Willem van Oranje omgebouwd naar 3D. En dat is helemaal nieuw. We kennen hem van beelden. Die zijn natuurlijk ook 3D, maar die zijn stilstaand. We kennen hem van schilderijen. Maar niet als een bewegend, ademend, nadenkend persoon. En ik denk dat dat voor veel mensen wel heel interessant is om te gaan zien.